Voor mij is het de derde keer dat ik naar Zuid-Afrika kom. En het is een super bestemming, want je kunt bijvoorbeeld 's avonds vertrekken en de volgende dag, 's morgens, sta je al op het water. Dus je hebt maximum 1 uur verschillende tijd. Het is ook super, super voor ontspanning. Waait het niet, dan is er van alles te doen. Je kunt lekker uit eten. Het huis dat we delen is super. We hebben zicht op zee, zicht op de Tafelberg. Vandaag was er geen en ze zijn van clubjumpen. Ik heb een backflip gedaan van 13 meter. Maar in het begin dat ik erop stond, was ik toch al een klein beetje benauwd. Maar doordat iedereen me zo gepusht heeft, heb ik er heel van gesprongen. En ja, het was echt zeker feit. Het was echt nice. Vandaag 24 januari, vandaag opnieuw geen wind op onze homespot. We zijn met heel team naar K-punt gereden, de max van de spot. Overal apen, wolven, waar dat je van kunt dromen. Daar heb je vooral Jaloe. Jaloe stond daar manneke wel, met haar direction op boord. En de manneke is allemaal op 20. Dus weer de max van de dag. Ook de windsurfers, mega wolven. Wel een tricky spot, maar allee, de moeite waard om zo ver te rijden. Was on hold. We zitten hier een beetje verder op Melkbos en we gaan hier skydiven. Het is een beetje spannend, een klein beetje nerveus. Het is wel een dag lukt naar een ander. Ik heb wat hoogtevrees, dus ik zit niet echt zin. Maar de groepsdruk is er, dus het moet gebeuren. Dat is gewoon niks speciaal eigenlijk. Ja, vandaag was het echt de max.
Het zat hier perfect wind voor de deur. En we zijn wanneer ik een lekkere sessie zetten voor de beach house. Op 10 meter in feite wandelen en we landen op het water. Vandaag 26 januari, geen wind, dus zijn we met heel team naar Blue Rock geweest. Daar hebben we de hele dag achter de kabel, dus nieuwe tricks geleerd, wat gebarbecued, volleybald. Dus al bij al was het wel de max van de dag. Voilà. Omdat er hier in Kaapstad te veel wind was, zijn we vanmiddag naar Brandvlei gereden. Dat is een meertje, een beetje dieper van Kaapstad, meer naar het binnenland toe. Je hebt daar heel mooie natuur en daar was de wind wel goed en we hebben ons daar volledig gegeven, het was de max. Het is dus 30 januari, we zitten nog altijd in Kaapstad. Vanmorgen hebben we een super zieke sessie gehad op Sunset. Met echt schone, zo niet de schoonste golven van heel de reis al, dat ze zien hier aan het filmen. En bij vanavond dat Big Bay nog een keer volledig on fire gaan zien. Dus het zal zeker de moeite zijn om nog een keer naar het open.
Ja, het is het einde van de race. Ik ben hier nu een maand geweest. Het was de max. We hebben heel veel kunnen kaaien. En de winst heeft zijn onder geamuseerd. We hebben goede feestjes gehad, maar het zit erop. Ja, tot volgend jaar. Ciao. Hey there, Chris, it's Jordy. I just want to let you know that you're doing a great job in Belgium, so yeah, keep it up.